Yo, dap gasten, welkom bij een nieuwe video hier op Banjo Town. Ik zit hier met inmiddels een soort van vaste gast in de Banjo Studio al, Dylan. Yes. Dylan, jij wordt een beetje de noodoproep van Banjo Town inmiddels. Ja, ik vond het hartstikke, leuk in ieder geval. Ik heb het naar mijn zin. Het toffe is gewoon, Dylan, hij woont in Amsterdam hier om de hoek. En je belt hem op en hij zegt gewoon binnen een half uurtje, boem, ben ik er. Precies. Hoe tof is dat? Dus, Dylan, vandaag ook aan jou de speciale eer. Wij gaan fanmail behandelen. Jullie fanmail, geweldig. Ja, we hebben hier nu nog een handjevol fanmail. Oh, ik heb hier het oude logo van Banjo Town, even een makkelijke. Dat is de eerste. Dat is mooi. En voor de rest, wat we doen in het fanmail item, oh, deze hebben we al een keer gehad. wat we doen is heel simpel. We lezen het op en beantwoorden de vragen. Heb jij er eentje trouwens? Want... Ja, ik heb hier een hele leuke. Lieve Bardo, ik vind je video's heel leuk met Vincent, Rick, Anouk en ja, met Jordi. Ik zal je altijd even kijken. Mag ik alsjeblieft ook zo'n geel mannetje worden gevraagd? Maar weet niet hoe ze heten. Dit is een Minion, hè? Minion van de Despicable Me. Despicable Me, is wel heel mooi getekend. Dat hebben we één keer gedaan. We hebben één keer zo'n mannetje weggegeven. En we hebben 500 brieven ontvangen van anderen die ook zo'n mannetje willen. Dus... Ik zag daar ook een tekening ervan. Kijk. Ja, hier, weer een Despicable Me. Twee naast elkaar. Dus fucking, dat is echt mooi getekend op deze. Maar die jij hier echt een boekwerk. Die van jou kan je openmappen. Ja. Ik vind het wel heel cool. Als je hem ook hebt, zo. Die van jou is echt zo. En dit is eentje. Maar dit is wel een hele vette man. Ja, binnenkant, buitenkant. Hij komt van Nanny Vos uit Groningen. Dankjewel Nanny uit Groningen. We kunnen helaas geen knuffel terugsturen. Maar Bardo, je denkt nu waarschijnlijk nog een brief. What the fuck? Ja, nog een brief. Bij mij in het dorp is ook een kermis. En ik heb bijna alle knuffeltjes. Alleen niet die ene die jij in je laatste Bardo's donderdag liet zien. Zou ik er geen mogen? Helaas, ik zei het net al, we kunnen niet weggeven. Hier staat haar adres. En voor de rest, van wie is deze dan? Ik zie het niet. Helaas, ik weet niet van wie deze afkomt. Is die al in misschien? Huh? Nee, dat is haar adres. Dat kunnen we niet oplezen. Ja, dat weet ik niet. Yes. Ik heb ook een hele leuke hier van hallo Bardo, kun je mijn naam zeggen? Hij is Mike. Mike Merulendijs. Ja, Mike Merulendijs. Mike Merulendijs. Hij is een hele grote fan van je. Je bent echt de beste YouTuber, staat er echt. En ja. Hij heeft een vraag. Kun je misschien zelf opsturen waardoor je heel leven van jou zou kunnen denken? Wauw, ja Mike, deze video die kan je bekijken en die sturen we technisch via een abonnementenmodule naar je op. Kijk, en anders op de gathering, ik zweer het je Mike, als jij zegt hey, ik ben Mike Merulendijs en je spreekt me aan, dan geef ik jou iets. Ja, dat klinkt nu zo pervers, maar je snapt wat ik bedoel. Ik krijg iets van Bardo. Ja, wat je nooit zal vergeten. En een mooie tekening. Een mooie tekening met een robotman en Bardo met doorzwaard achter iets. Ook gewoon heel cool heb ik in mijn andere hand die tekening een gewicht in mijn klauwen. Dat is echt dat je denkt, wat super vet. En dan heb ik hier een YOLO, maar moet je eens die achterkant bekijken, want... Dat is een beetje mislukt. Ja, dat was een klad. Zijn klad lukte niet en het is geprint. Er staat hier 126 aan de hoek. En het is geprint en met een kladje erbij, nou prachtig. Dat lukte hem niet helemaal, ik heb hier zo'n brief. Beste Bardo, Jordi, Rick, Vincent en Anouk. Anouk is uit Banjo Town, stop ermee. Ik zou nog liever willen dat je dan Dylan zegt in de volgende brief. Hoi Dylan. Nee, ik heb een vraag. Mag ik misschien een keer meedoen op Banjo Town? Dan kunnen we met z'n allen Minecraft Survival doen. En mag ik ook op Banjo World? We hebben geen server meer, ook geen dingen. Dagelijks AD, jullie hebben wel... Ja, er komt binnenkort een hele grote nieuwe server van Dagelijks AD ook uit. For real? Ja, een hele grote. Het is nummer 2 eigenlijk. En die wordt heel ver met allemaal minigames allemaal erin. Ik zit er elke dag zelf op, dus... Dus ik zou zeggen, check het kanaal van Dylan. En daar zal je vast doorgelinkt worden in het dagelijks AD. En hun hebben echt een nieuwe vette server, dus ja, check die shit. Hier heb ik een hele mooie tekening van Pokémon van Shaymin in Skyform. Mooi getekend. Hij is goed gedaan. Goed getekend. Kan ik zeker even zien als Pokémon fan. Ik heb hier ook een heel boekwerk weer. Banjo Town iedereen. Anouk Eagle. Jordi, Da Vinci Style, Serpent Gameplay, Banjo Movies. Oh, we hebben hier geloof ik een lijstje. De favorieten van deze persoon, van Jan alias, is van Banjo Town. Jordi is de favoriet. Nummer 2 is Bardo. Nummer 3 is Vincent. En nummer 4 is weer Rick. Dat is zeg maar een ding hier bij Banjo Town. Oh. Het is altijd of Jordi of Rick wordt heel hoog of heel laag ingezet. Heel verschillend zijn ze gewoon. Ja, precies. De een mag Jordi, de ander mag Rick. Dus... Moet ik wel zeggen, Banjo Town hier, als ik jullie video's kijk, hebben hele verschillende mensen. Dat maakt het altijd wel vet om naar jullie te kijken. Tof, dankjewel. Leuk om te horen. Wij passen trouwens, dus ik zei het voor de video, wij passen perfect aan bij elkaar met onze kleren. Wou ik gewoon even opnieuw zeggen nu. Prachtig. Ja. Nou, hier hebben een heel mooie tekening ook met een tekst van hoi Mats, even bij jou het beste gamekanaal. Westen. Het beste gamekanaal, zo baas dat je game met hoofdletter moet schrijven. Wauw. En je hebt wel mijn tekening gemaakt met allemaal iets dat jullie hebben. Volgens mij jij je bandje, Rick's pet.
Yeah. Jordi draagt een ketting. Jordi en ketting, denk ik. Ja, Vincent er iets. Thijs, die denkt iets. Ja, ik weet niet wat Vincent daar heeft. Oh, DVD-kast. Dat zijn DVD's. Ah, DVD-kast. Kijk, het ziet er heel leuk uit. Heel gruwelijk gedaan. Dat is echt een. Dat zijn echt van die nadenken. Ja, ik zie hier weer, yo, what up, Bardo? Ik ben Bradley Cole uit Goes, Zeeland. En ik heb een kopie van mijn allereerste Pokémon tekening. Ik zie die hier niet liggen. Oh, dat is die Shaymin, denk ik. Oh, dat was die. Ik denk dat deze is. Oh, dit is zijn tekening. Oké, dat was zijn tekening. En dan komt het erop neer, mag ik in de Spickable Me knuffel? Groetjes, Tim. Helaas, Tim, ik ga het niet nog een keer zeggen. God, nee. Oké, hier een gigantische tekening. Wauw. Door... Pavel. Pavel. Pavel, leuk. Pavel, die heeft een heel t-shirt design gegeven gewoon. Met al jullie allemaal erop. Dit moet Rick zijn, met die pet natuurlijk. Ja? Ja, zeker weten. Bardo zie ik. Ja, maar ja, dat is een hele vette. En natuurlijk weer een hele mooie schets die misschien is. Maar, gaat om de voorkant. We doen alsof we die schets nooit hebben gezien. Maar gedaan, Pavel. Dat is echt een hele vette. We gaan kijken of we daar misschien ooit iets mee kunnen qua shirts. Wie weet. Nou, dan hier weer een wat hebben ze vandaag met grote tekeningen? En trouwens, willen jullie iets sturen, check de link in de beschrijving, of de link, adres in de beschrijving, kan je ook wat sturen. Super Bardo, de epische avonturen van Banjo, bla 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 bla, uit Amersfoort, 10 jaar, oh, ik heb je op Hives, zo oud is deze brief, ik heb je op Hives, en mijn e-mail is Jimmy, nou, die ga ik niet oplezen. Dit is Jordi. Jordi is een bol. Oh, dat is fijn. Ja, lekker Jordi. Ik laat hem even zien aan jullie. En ja, dat is in principe... Ja. Oh, deze? Okay. Hier is wel een hele mooie. Dit is echt wow. Gemaakt door Joey17. Joey17. Met zijn telefoonnummer erop. Dus Joey17 pages, ja. Zo, telefoonnummer weg. Dit is echt mooi gemaakt. Yolo swag. Dit is echt mooie letters. Oh, wauw. Met schaduw. Op dit soort momenten zou je toch dromen dat Rick hier was. Want dat is zijn ding, hè. Yolo swag. Yolo swag. Oh man, ik heb hier eentje met inhoud en dat vind ik wel leuk. In tegenstelling tot een gemiddelde vrouw anno 2014. Heeft deze wel inhoud. En wat een flauwe kutgat. Een beetje gemeen, maar... Oh, ik heb twee knikkers. Daar ben ik... beste Bardo, ik vind je video's heel leuk, maar mijn moeder heeft jouw kanaal ontdekt. En sindsdien kijk ik al jouw video's op Banjo Movies. Oh, Banjo Town en Bardo. Ik dacht dat zij van zijn moeder niet meer mocht kijken of zo. Dat verwacht ik. Maar door haar kijkt hij dus juist nu. Ja. Ja, door zijn moeder kijkt hij nu. Of zij. Of zij. We komen zo even kijken. Dit is Groetjes Bart. Ja. Bart Chambone. Wil je mij misschien een keer een brief terugsturen? Ja, Bart, nogmaals, ook als jij op de gathering bent. Ik vind het heel cool om met iedereen alles te doen. Alleen we hebben niet genoeg geld om 500 brieven per dag te versturen. En ik krijg hier twee knikkers bij. Die wil hij eigenlijk hebben in ruil voor zo'n supercoole knuffel. Maar ja, we zijn nu wel echt... Na al deze brieven zijn we wel een keer door die knuffels heen. Daar zijn er geen knuffels in. Nee, inderdaad. Nou, in ieder geval Bardo, ik een heel klein briefje. Heel leuk. Hallo Bardo, ik heb naar jou gestuurd omdat jij de beste YouTuber bent. Nou, dankjewel. En ik wil graag in Bardo's donderdag komen. Als ik je eruit wil, stuur me dan een e-mail. In ieder geval, groetjes van Justin Brouwer. Ah, nou dankjewel. Een klein briefje is altijd heel persoonlijk altijd. Oh, ik heb hier... Dit is een grote brief, maar het zijn veel minder letters. Hoi Bardo, weet je nog? Ik ben Ramon, dit is mijn naam. Of dit is mijn Minecraft naam. Doei. Leuke Minecraft naam. Ja, dankjewel. Ja, ik heb last van Minecraft naam. Ik zal even zijn Minecraft naam één keer zeggen voor lol. De Minecraft naam van Ramon, dat is, dames en heren, dat is... Ramon Beu. Ramon Beu is de Minecraft naam. Nou, je krijgt een hele leuke vriend met een raar handschrift. Maar er staat ook bij, yo Bardo, sorry voor mijn handschrift. Daar begint hij mee, zo'n mooie opening. Netjes. Hij is een rapper uit Den Haag. En hij moet niks te produceren. Hij zou graag een liedje met je willen maken. Ah. In ieder geval, super vet. Heel, wel leuk dat hij zoiets vraagt en durft te vragen ook. Zeker weten. En dat je de Banjo en Movies. apart. Ja, het is een Banjo en een, zeg maar, een movie. Een klappert. Klappert, ja. Klappert. Ja, een dingetje. Goeie toch. Leuk. Vet, gruwelijk. Ja, nee, sowieso, als je mij ooit tegenkomt, dan gaan we lekker samen rappen de peppen, toch? En dat is jullie gathering niet altijd de kans. Precies, je hebt alle tijd ervoor. Beste Bardo, ik wil je een gelukkige verjaardag wensen. Wow, zo oud is deze. Ik ben nu al bijna 22. Dat is een jaar geleden. Ik wil je ook door middel van een brief feliciteren met je nieuwe postadres. Bij deze brief een verjaardagskaart. Groeten uit België van Ben en Inne. Wow. Die hebben echt heel veel. En er staat één vraag bij, vraag je vrijdag. In de video ga je met de trein van Jordi mooi op weg naar huis. En je had vertraging. Hoe laat ben je toen thuisgekomen? Dus vorig jaar ongeveer, dat was rond 3:15. Was er een trein van de NS die uit was gevallen. Ik moest met de taxi verder reizen. En
Een drama. Nou, nee, blijf lekker als je in Amsterdam woont, hè. Van nergens toe. Ja, je krijgt weer een mooie poster, mooi getekend. In ieder geval een mooie brief. Met beste Barlo, ik ben een grote fan natuurlijk van Banjo Moves in Banjo Town. Je hebt geweldige gameplays en leuke video's. Hier staat ook blijkbaar wat geld bij deze tekening. Maar hier zit dat is weg. Rick! Dat is gebeurd. In ieder geval een heel mooi briefje van Daan Plug. En mag ik alsjeblieft zo'n verschrikkelijke ik-poppetje? Weet je hoe Daan Plug zijn kind moet noemen? Nou, een boorplug. But. Oh, Butplug. Oh, natuurlijk, ja. Butplug. Sorry. Ik denk dat Daan er al mee op school vast wel iets over ooit gehoord heeft. En ja, in principe, ja, ik kan nu wel blijven. Wat willen ze in deze video? Dat ik telkens hetzelfde blijf zeggen? Godverdomme. Ze willen gewoon niks aan. Ja, denk ik ook. Maar weet je wat je ook kan doen, dames en heren? Dylan heeft zijn eigen kanaal, Rotjoch. Mag ik mij ook vragen 100 keer? Stuur hem ook 100 van die brief of hij een geel mannetje of jij een geel mannetje van Dylan mag. Check het kanaal even, linkje in de beschrijving. En wil je ons iets toesturen, check het uit de postadres in de beschrijving. En nogmaals, wil je heel graag in een video komen? De gouden tip die wij voor jou hebben is, doe iets bij de envelop in. Al zou het snoep zijn, iets geks, een doos, hoe groter hoe beter. Haal van cadeautjes, denk ik, Bardo. Sorry? Haal Bardo wel op cadeautjes. Gewoon zo groot mogelijk doos en uiteindelijk helemaal niks erin. Scumbag. Valt op. De camera viel uit, maar daar zijn we weer. Hallo. Geef vooral een duimpje omhoog hier beneden. Abonneer ook hier beneden. Het kanaal van Dylan in de beschrijving. Stuur ons vooral post. In de beschrijving staat een postadres. En wat heb jij een gouden tip wat ze kunnen doen? Om wat? Om in deze video's te komen. Stuur gewoon iets heel leuks. Gewoon echt inderdaad knikkers of iets heel leuks. Stuur een geel mannetje. Geel mannetje. Stuur Bardo gele mannetjes. Kan hij ze daarna weer weggeven. Krijg je misschien terug. Oh wow, dan krijg je zo'n roulatie. Dat is ja, goed. Blijf gewoon doorsturen. Stuur grote massieve dingen op naar het postadres hier beneden. En abonneer op Dylan hier beneden. Bedankt voor het kijken. Morgen om 12 uur zijn we er weer. Later. Later.